In deze instructievideo laten we je zien hoe je een opzetketting maakt en daar vast een op haakt. We beginnen met het maken van een lus. Trek daar de draad die naar het einde gaat een stukje doorheen. Steek nu je haaknaald door deze nieuwe lus en trek rustig aan de draad die naar je bol gaat. Als het goed is, schuif nu de lus dicht. Sla de draad om je haaknaald. En trek hem nu rustig door de lus op je haaknaald. Je kan dit net zo lang herhalen als dat voor jouw project nodig is. Dit is de basis van je haakwerk. In deze instructievideo haken we een ketting van 14 lossen. Haak nu 1 extra losse. Dit is de keerlosse. Steek nu je haaknaald in de tweede losse lus, gezien vanaf je haaknaald. En sla vervolgens de draad om je haaknaald. Trek nu de draad door de lus terug. Sla nogmaals de draad om je haaknaald en trek deze door de twee lussen. Je hebt nu je eerste vaste gemaakt. Haak nu de resterende vaste van deze eerste toer. Let op dat je de laatste vaste niet vergeet. Draai nu je werk om, dan beginnen we aan de volgende toer. Haak nu een losse, dit is je keerlosse. Steek nu je haaknaald in de tweede vaste, gezien vanaf je haaknaald. Haak nu de resterende vaste van deze tweede toer. Let op dat je de laatste vaste niet vergeet. Als het goed is gegaan, heb je nog steeds 14 steken. Haak je proeflapje rustig door totdat je een mooi vierkant lapje hebt. Aan het eind van het lapje zal je de draad moeten gaan afhechten. Maak je laatste vaste. Sla de draad om je haaknaald. Trek deze door de lus. Knip op zo'n 10 cm na de laatste steek de draad door en trek de draad door de lus. Dit was de instructievideo opzetketting maken en vasten haken. Wil je nog meer instructievideo's en Perapasha nieuws? Klik dan hieronder op abonneren en blijf op de hoogte.